Welkom bij de grande finale van de Bureau Sport Quiz. Drie teams zijn doorgedrongen tot de finale en strijden nog mee om deze abject lelijke beker hier naast mij. De hockeyers, de atleten en de zwemmers. Het spel blijft keihard. We gaan in de eerste ronde direct één team elimineren. Hier binnen staan de drie heren van de finale teams. Zij moeten zorgen voor de kennis. En de dames die staan buiten bij mijn collega Frank. En zij moeten, net zoals in het dagelijks leven, zorgen voor de fysieke kracht. Ja, Erik, dat klopt. Ja, de spanning is werkelijk te snijden. Het slaat gewoon bijna helemaal op mijn gehemelte. Het komt inderdaad aan op een combinatie tussen theoretische kennis en pure kracht. Want we gaan namelijk wc-pot werpen vanuit stand. En degene die het minst ver gooit, die haalt de finale helaas niet. We gaan eerst even kijken naar de koning van dit sportnummer. Onze prins van Oranje, prins Willem-Alexander. Ja, je hebt het gehoord, Erik. Je ziet het, Willem-Alexander heeft volgens mij bijna 10 meter gegooid. Ik weet nog niet of deze dames dat gaan redden. Maar ik geloof dat er bij jou binnen, op basis van theorie, een aantal metertjes te verdienen valt, of niet? Ja, zeker. Mag ik nog iets vragen? Waarom zit Nelly Coman op een wc-trouwens? Ja, dat voel ik me ook al af, maar ze moest ontzettend nodig naar het toilet en hij stond er toch. Gelijk heb je. Maar goed, de mannen hier binnen krijgen zo meteen van mij een reeks vragen. De winnaar van die vragen zorgt ervoor dat je teamgenoot buiten een stapje naar voren mag. De verliezer doet een stapje naar achteren. Het zijn afvalrondes en jullie noemen dus om en om namen. Heb je het fout of wacht je te lang of noem je de naam die al genoemd is, dan val je dus af. En we gaan net zo lang door dat er een verliezer is en een winnaar. We beginnen met jou, Johan Kenkhuis. Noem om en om een Nederlandse gouden medaillewinnaar bij de Olympische Spelen individueel. Renomi Kromowidjojo. Dat is goed. Door eens even. Pieter van der Hoogland. Goed. Mark Huizinga. Dat is goed. Johan Kenka. Elle Verlanger. Elle Verlanger is goed. Epke Zonderland. Epke Zonderland goed. Ria Stalman. Helemaal goed. Inge de Bruin. Inge de Bruin is goed. Dan gaan we. Ik loop vast. Hoe lang hebben we dat? Zo lang! Zo kort hadden we dus. Helaas, Floris Evers is de eerste afvallen. Rutger Smit pakt hem weer op. Fanny Blankenskoen. Heel mooi. Ankie van Grunsven. Prachtig. Even kijken. De tijd loopt. Helaas, speculaas. Dat betekent dus dat we hier binnen een winnaar hebben en een verliezer. Grote verliezer hier binnen is Floris Evers. En de grote winnaar was Johan Kenkhuis. Ja, 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 dat betekent, helaas Sophie, jij moet met potten al een stukje naar achter. Nelly, je kan lekker blijven zitten waar je nu zit. En Marleen, jij mag één stapje naar voren zetten. Dus Erik, zijn er nog meer meters te verdienen bij jou? Ja, er zijn nog meer meters te verdienen. Wij gaan hier binnen door met de tweede vraag. En dan gaan we beginnen met Floris Evers. Wij zoeken nu om en om namen van winnaars van een Grand Slam toernooi tennis bij de mannen. Piet Sampras. Dat is goed. Rafael Nadal. Helemaal goed. Djokovic. Djokovic is goed. Federer. Piet Sampras. Die was al genoemd. Oh. Ja, jammer. Rutger Smit valt af. Johan Kenkhuis. Björn Borg. Goed. McEnroe. McEnroe is goed. Agassi. Goed. Michael Stich. Heel mooi. Michael Chang. Michael Chang, prachtig. Dan moet ik. Oh ja, Djokovic hadden we al. Die is al genoemd. Helaas. Dan mag je. Ja, daar was het belletje. Ik denk, misschien heb je nog een ander antwoord in aangeboden. Maar helaas, grote winnaar van deze ronde. Alweer Johan Kenkhuis en de verliezer. Helaas, Rutger Smit. Ja, Nelly, dat betekent toch dat jij een stapje naar achter moet zetten. Maar je mag daarna gewoon weer plaatsnemen op de pot. Sophie, jij kan lekker blijven staan waar je nu staat. En Marleen, jij mag één stapje met PotNL naar voren zetten. Erik, terug naar jou. Nou, de zwemmers gaan goed. En we krijgen hier nu nog één vraagje waarmee jullie meters kunnen verdienen. En we gaan nou beginnen met Rutger Smit. En wat zoeken we deze ronde? We zoeken Nederlands elftal voetballers. Waarvan de achternaam begint met Van. Rutger Smit. Van Nistelrooy. Heel mooi. Van Basten. Prachtig. Berry van Aalen. Heel goed. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst is goed. Van der Vaart. Van der Vaart is goed. Adrie van Tichelen. Heel mooi. Helaas. Het is toch wel een spannend spelletje. Hè? Kun je het mooi thuis doen dit? Je hartslag gaat er. We pakken hem weer op bij Johan Kenka. Van Bommel. Van Bommel. Peter van Vossen. Van Vossen. Van Stekelenburg. Nee. Ik dacht, ik doe het met overtuiging, maar... Ja, ik moet eerlijk zeggen, wel goed bedacht, maar helaas fout. Frank. Ja, dat betekent dat Sophie, je hebt de pot al in de hand. Je mag alvast een stapje gaan zetten. Ja, lekker.
En Nelly Koeman, je bent de kleinste van het stel, maar je moet een stapje naar achter doen. En Marleen, jij blijft staan. En nu is het moment aangebroken dat we gaan weten wie daadwerkelijk die finale gaat halen. Ik wil nog even benadrukken dat de potten die hier staan gebruikt zijn. Ze komen uit de studio van De Wereld Draait Door. En als die potten konden praten, dan weet je niet wat je hoort. We gaan beginnen. En we gaan beginnen met Marleen, degene die het meest vooraan staat. Jij mag je schoenen uittrekken. Nelly, wil jij ook nog dingen uittrekken? Niet alles, het is nog vroeg. Marleen, ik zou zeggen, pak hem lekker bij de rand. En ik zou zeggen, gooi hem maar. Oh. Ja. Nou, Marleen, het was... ja, Marleen, het was helemaal niet slecht geworpen. Het was ook redelijk ver. De pot mag in principe, hoeft niet meer terug. Dus in die zin is het goed. Het vlaggetje staat erbij. Ik weet nog niet of je heel ver gaat komen, maar we gaan het straks zien. Het 10 meter record van Willem-Alexander is nog niet gehaald. Dan gaan we nu naar Sophie. Sophie Polkamp. Zet de nagels goed onder de rand. En ik zou zeggen, gooit u maar. Een heerlijke klap. En nu komt het op Nelly aan. Nelly, ze is de spieren aan het opwarmen. We gaan kijken wat zij gaat doen. Gooit zij de pot verder dan die van Sophie, dan sta jij met Rutger in de finale. Gooi je hem minder ver, dan houdt het hier helaas op. Nelly, ga je gang! Nee. Dat kostte mij bijna mijn ogen. Maar het kost helaas Nelly Koeman en Rutger Smit de finale. Terug naar jou, Erik. Ja, we hebben dus de uitslag. We gaan naar de finale toe met de zwemmers en de hockeyers. Abonneer je nu op ons eigen YouTube-kanaal van... Van Bureau Sport. En wat zien we daar? Allerlei hartstikke leuke, verrassende, grappige filmpjes met ons. Woehoe! Wow! Tjoep, tjoep. Hey, die Wally. Ik mis hem nog iedere dag.